Deze aflevering van Praten met Olsen is mede mogelijk gemaakt door de Riverdale Shop in Nieuw-Leuzen. Riverdale, voor als u uw huis echt mooi wilt maken. Ik zit hier aan de koffie bij André en Jannie, mijn hier, aan de Van Diemenstraat in Nieuw-Leuzen. En de mensen in Nieuw-Leuzen en de omgeving, die hebben er natuurlijk al lang gezien, hè? Want ik ben hele bekende mensen. Die hebben altijd een schilderzaak gehad en daar was het altijd erg druk. En er is ook een Facebook-site met oude foto's over Nieuw-Leuzen. En een van de meest drukke mensen die erop altijd posten is André. En dat was voor mij reden om eens eventjes een bezoek te brengen. Uiteraard na toestemming aan deze mensen. Nou, we hebben al even een klein leuk voorgesprekje gehad. De koffie is warm. En ik stel voor dat ik bij eens gewoon een nieuw koffie ga drinken en die mensen aan het woord laat. En dat doe ik makkelijk door te zeggen, Jannie, waar ben je eigenlijk geboren? In de Wiek. De Wijk. In de Wiek? De Wiek. De Wiek. Dus je bent geen geboren Nieuw-Leuzener? Nee. Ik heb 23 jaar gewoond in het Zuidhuis. 23 jaar in de Wiek gewoond? Ja. Toen ben ik getrouwd en toen ben ik nog niet leus. Maar hoe kan een mooie meid uit de Wiek aan een mooie man uit Nieuw-Leuzen? Ja, vroeger die jongens die kwamen bij ons te dansen en zo. En zo ben je aan elkaar gekomen. Oh, via de dans? Ja. Club of dans? Was er een zaal of zo? Er waren verschillende zalen in de Wiek waar je dansen kon. De Witting en Homekamp en de Rock heette het, hè? Of hoe heet die? Leugen. Nee, dat kan niet. Ik kan me niet herinneren. De Rock was het. Oh. En ik kwam die jongens uit Nieuw-Leuzen. Oh, dus de Wiek was echt een uitgaanscentrum in de regio. Ja. Ja. En daar ben je dan, daar ben je naartoe gewoon, André. Ja. Want je bent wel van Nieuw-Leuzen, hè? Ja, ik ben op Nieuw-Leuzen geboren. Ja. En Ommerdijk, 25. Ommerdijk 25, nou is ja. die nummering is heel vaak veranderd. Waar is dat? Dat is tussen de begraafplaats en de melkfabriek. Aan die kant ook? Ja, daar. En aan de rechterkant. Oh, aan de andere kant? Aan de hoofdbekeking aan de rechterkant. Ja, zeg maar schuinting over de begraafplaats, schuinting over de melkfabriek. Precies. Is dat dus er nog steeds? Ja, is dit er nog steeds. Maar het is wel een paar keer worden verbouwd. Je kent er niks van weer eigenlijk. Nee. Ja, dat is een jaar af. En dat is dat wel, nou, de log is schatten, dat kan nou wel 50 jaar leven in dat je gewoon bent. Ja, dat is waar. Of nog iets meer? Iets meer. Oh. Ja. Nee, dat is wel een heel lang geleden. Wanneer ben je geboren? 75 jaar geleden, en ik ben geboren op 14 december 1940. En ben jullie ongeveer inwoond? Een dame vrouw, ik word in de leeftijd, dus ik moet het met hem bij doen. 16 jaar, 16 dagen verschil. Oh. Ja, ik ben 16 dagen ouder. Oh, ja, leuk. Ja. Ja. En dan ben jullie van 1940, hè? Ja. Oorlogs. Dus je bent geboren in de Tweede Wereldoorlog. Ja. En daar weet denk ik niet zoveel meer van, schat ik in. Alleen de bevrijding weet ik nog, dat die, de bevrijding. Die tanks er langs gaan. Ja. Maar verder weet ik er niks meer van. Nou, ik weet van de vliegtuigen nog wat. Want dan moesten we altijd de kelder in, als ze gewoon schieten. De vliegtuigen die schoten er op de spoorlijn. Dus dat, dan kwamen we aan, die jagers. En dan zijn we omhoog, we moeten de kelder in. Nou, de kelder in, dat weer hoger was. En dan kwam we in de boom. Ja. Verder heb ik eigenlijk weinig meegemaakt. Nee. Ja. Mijn vader werkte bij de TOT, maar daar weet ik niks van. Dat moest je. De TOT? De TOT in Hasselt was dat. Maar, wat was dat, de TOT? Nou, ik weet eigenlijk niet wat de TOT betekent. Het is een soort. Wat moest je maken? Nogmaals, gaten moest je grijpen en zo. Het was allemaal afzet, maar. Ja, die Duitsers hadden dat niet deur dat het water steeds hoger kwam.
Dus ze moesten steeds verder terug gaan. En maar weer gedaan. En je moest werken voor de Duitsers? Moest werken voor de Duitsers. De werkstelling? Ja. Elke dag of hoe ging zoiets? Ja, de week eigenlijk niet hoe lang als dat aan de gang was. Nee, alle dagen niet. Nee, een bepaalde periode. Dus er was een soort bescherming, maar eigenlijk voor de Duitsers. Van die Puttenheim. Ja. En die luiden niet een keer vol water. Hij bij Hasselt. Ja. Dus. En zijn naam Holt zou hem nog even met een rust zeggen. Makkelijk in de kachel. Ja, wat ogen waren, denk ik. Ja. Ja. Maar verder weet ik niet zo veel van de tort. Nee. Toen was ik nog zo'n klein jochie en geladen, maar dan vroeg je dat niet. Ik had er niet zo'n interesse voor. Wat. Nee. Dat komt later al, hè? Maar als je er niet meer bent, dan ja. Wil je het nou vragen. Ja. En ja, dat kan nog niet meer. Nee. Wat herinner je nog uit uw jeugd dan, zeg maar 45, 50? Ja, toen waren we, ja. Toen was het natuurlijk Neerleusen Zuid, hè? Of ja. Dit was toen nog gewoon Neerleusen. Ja. Hoe zag je dat uit in uw herinnering? Nou, nog geen nieuwbouw. Toen nog niet, geen nieuwe wonings, ja. Aan het ogenblik wanden wij zien hem ook, maar verder geen nieuwbouw. Het was kaal. Bij de melkfabriek had je vloeiveld, allemaal slooties ertussen, waar het water moest vloeien en bezinken. Ja. Maar verder dorst er geen woning. Het was nog kaal door, de Prinsstraat was er niet. En de Wittestraat, die andere. Nijboer. Nijboerstraat, dat was er nog niet. Er was een vloeiveld van de melkfabriek. Ja. Door, Leuke vader heb ik de keer mee gereden en zo. En dat was bezinken. Dat stond ook bij. Oosterveen was er wel? Ja, het Oosterveen. Ja, dat was de enige weg die naar het oosten ging, zeg maar, vanaf Ja, dat was eigenlijk de eerste weg door. Hè. Door het Nieuw-Leusen ontstaan in het Oosterveen. Dat was er wel. En het Westerveen ook wel. Maar verder, ja, stonden we een paar huizen aan. Door Willem Velders en zo, de schoenmakers. Maar een soort Westerman en zo, dat was er nog niet. Al die huizen. En van Bartel de Liefde was er ook niet. Dat is allemaal later gebouwd. Boeren zijn door in de buurt. Ja, hoofdzakelijk boeren, een heleboel boeren. Waar wij woonden, gewoon Partjes en Beltman, De Weert, Krul. En zo'n soort, allemaal kleinere boeren. Ja, grote boerderij toen nog niet. Er is niks meer dan over. Ja, er zit nog één boerderijtje door op de hoek, hè? Door bij de Golden Ringstraten. Oh ja. Ja. Van Beltman. Ja, dat wordt nog meester. Daar was hier de Beltman? Ja. Hoe Beltman? Maar dat was dan buren van jullie? Ja, dat waren buren van ons. Er waren heel vaak te spoelen. Er waren nog 6 dochters. Oh, door hem bij de vallen. Ja, dat was. Ja, door hem. Snap ik. En we hadden een boel kinderen door in de buren, dus we spoelden door een boel. Mm. In die buren, en daar was ruimte bij die boeren, op het erf. Knikken en hardlopen en verstoppen die spoelen ontzettend veel. Blikspuit, noem maar op. Was u waar ook boer aan? Nee, die was schilder. Ja? Yeah. Ja, die was schilder. Ja, hij had van allerlei beroepen. Maar in hoofdzaak was een schilder. Toen hij jong was, toen is hij met 14, 15 jaar, is hij bij de grote komen al. En daar heeft hij 30 jaar gewerkt. De grote was een schildersbedrijf? Dat was een schildersbedrijf in Den Hulst. In Den Hulst. Ja. Dat was echt de volgende plaats was dat, hè? Precies. Ja. En de groot zegt, Andries, je kan wel bij mij komen werken. Nou, dat leek me vrij wat. En die heeft 30 jaar bij mijn werk. Ja. Dus ja immer het werk plannen en uitvoeren. Ja, immer meer die voorman. Maar jullie woonden dan door, zeg maar, tussen de boeren, maar er was dan een soort van arbeiderswoning of ouderen? Ja, of ouder, ja? Een dubbele woning. Dubbele woning? Ja, een dubbele woning. We woonden aan de linkerkant
En daar zo'n gewoon van spel. En die werd bakker bij de coöperatie. Oh ja. Ja. Ik ben later verhuisd naar Mabbel bij de Oosterboer. Daar werd een zaak voor de zelf begonnen. Oh ja. Ja. En dan kreeg ik mijn nieuwe buren. Ja. En dat was Dekker met Leni Snieder. En die had nog een poos in Aarsland gewoond en toen ben ik weer verhuisd. Ja. Naar Den Hulst. En aan jullie, hoe vader en moeder waren, en twee kinderen? Ja, twee kinderen, ja. Dus wat voor die, een klein gezin? Ja, klein gezin. Maar nog niet zo klein als bij jullie, want ik was niet mal. Je was niet mal aan je kind, hè? Ja, maar ik had een moeder die veel ziek was. Ja. En door een ik denk ook alleen. Ja. Ja. Mijn moeder had het niet makkelijk. Nee, die had met de zenuw. En ongetrouwd al hoor. Mijn vader ging toen met haar naar Groningen. Toen was er in Meppel nog helemaal niks. En later kon ze naar Zwolle. Naar ziekenhuis. Toen werd daar ook iets verheurd. Ja. Ze hebben heel veel in ziekenhuis gingen. Ja. Ja. Dat kun je als kind ook nog goed herinneren. Jazeker. Moest je dan zelf als jong meisje zeg maar ook een beetje moederrol opnemen? Of? Ja, dat deed ik met mijn vader eigenlijk. Ik toen wat ouder was, dan werd de was af voordat ik naar het werk ging. Voordat ik in het werk ging en mijn vader naar het werk, dan wou we vrouw in de weer. En mijn oma die kwam dan nog wel eens. Die leefde toen ook nog. Ja, dat was altijd niet makkelijk. Nee. Nee. Maar wat voor bedrijf? Mijn vader was botermaker. Botermaker? Op Stadbos. Kijk, dat was een andere tijd, mensen. Botermaker. Ja. Maar aan de fabriek of weet je dit? Ja, hij heeft 47 jaar aan ons belang gewerkt. Op Stadhorst? Ja. We hadden nog een hele mooie, toen was het de 40 jaar. Hm. He, zo'n aandenk. Even toen kreeg ik een aanzoek of wat. Hij heeft eerst in op Rol gaan gewerkt, een paar jaar. En toen is hij in 1931 op Stadhorst gekomen. Ja, die fabriek, ik ben er nou ook niet meer in. Ik ben allemaal weg. Ja, ja en de bloemen... Ik heb het zien door de markt, door de nieuws. En toen is hij in 66 jaar. Maar daar was hij altijd nog aan het werk. Toen maakte hij geen boten meer, toen hij 64 was. Hmm. Maar dan was hij aan het schilderen. En hij zou in één keer wegvallen? Ja. 66? Ja. Ja. Zo. En je moeder die was al overleden toen? Ja, die was al 4 jaar overleden. Is nog 4 jaar alleen geweest. Hmm. Ja. Dus allebei uit een klein gezin? Ja. Ja. Althans voor die tijd, hè. Tegenwoordig met een hele gewone getallen. Maar ja. Ik kom bij de mensen, ik was laatst bij iemand die had 7, het kwam in een gezin van 17. Hmm. Kinderen. Hè? Ja, ja. Ja, dat was. Ja, dan heb je de toren toch waarschijnlijk wel iets groter dan die van jullie. Ja, dat is wel nodig. Afijn, maar jullie hebben elkaar ontmoet in de wijk bij het dansen. Ja. En ik vergeet trouwens doorverheur nog even met name met André nog maar die komt van hier. Ja. De scholen. Ja. Je hebt ook wel naar de scholen gehad. Ja, ik heb naar de scholen gehad. In het Oosteinde? Ja, school A. School A. Ja, bij Kaardenberg. Meester Kaardenberg. Meester Kaardenberg, de school van Kaardenberg. Nou, en hoe was dat toen? Kun je nog iets van herinneren? Ja, ik kan nog wel herinneren, ja. Ja, en een fijne klas. En nou, daar heb ik 3 jaar aan gegaan naar die school. En toen was ik verhuisd. Maar Ja, ik vond het niet zo mooi. Nee. Maar ik mocht er wel graag heen gaan. Ja, en er waren allemaal vriendjes en vriendinnetjes misschien wel. En op school hadden we waar je 6 jaar erin ging, denk ik? Ik ben 6 jaar, ja. 6, 7, 8 jaar. De school was 6, 7, 8, ja. Dus met, als jochie van achter ging je eigenlijk, ja. Ja. Nulst, tegenwoordig is dat een steenworp figuurlijk, maar toen was dat echt een andere buurt. Ja, ik moest er alleen naartoe, want ik moest op de fiets alleen. Mijn moeder die ging met de vrachtwagen mee met de verhuiswagen. Oh, en ik moest alleen. Je moest een fietsen erachteraan? Ja, ik moest een fietsen erachteraan. En ik moest goed uitkijken daarmee ook. Kon die fietsen niet meer in de vrachtwagen? Ik kon er niet meer in. Nou, dat is toch ook wat. Ja. En, maar wachten ze wel op? Of moest je de weg maar niet vinden?
Nee, ik was erbij. Je was niet. Kom gewoon Dommeldijk af. Ja. Waar ben je nog aan wonen? Waar gingen jullie mee? Dat is de Hoogvaart, Noordzijde, 152 was dat. En dat was voor al de melkfabriek. En ja, dat wou toen in Rusland dat mijn vader, wij moesten door Ut aan de omleef. Dus en toen zei de groot, dan maken we een dubbele woning van die Engelen. Oh. Dat is een dubbele woning. Maar... Ben je de groot? Ja, ben je de groot. En waar zat hij dan precies? Waar is dat dan voor de mensen dan die dat niet weten? Ja, ja, voor de oude melkfabriek hier zo. Ja, maar je houdt hier de, zeg maar, de bakstraat af? Ja, door mijn dingen af was dat. En dan over de brug, linksaf. Linksaf. En dan ongeveer 200 meter verder. De gebouwen van de melkfabriek, die stort er nog voor een deel, hè? Ja, die stort er nog. Alleen de piep is weggehaald. Dan kun je het ook niet zo snel meer herkennen natuurlijk. Nee. Ja, en daar kwamen wij dus te wonen. En dat was ook het schildersbedrijf van... Ja, het schildersbedrijf en de schilderswinkel. Ja. Achter thuis. Daar ging de klant met al die buurs langs. Nou, er was ook een winkel bij toen? Ja. Ja, verkoopruimte. Of werkplaats noemen ze dat. Ja. Ja, daar had ik behang in een kast. En als je wat werken moet, dan ging die kast dicht. Dat niet zo steuf, hè? Steuf. Ja. Ja. Maar verder achteraan is ook nog wel een ruimte, maar ja, bij de winter daar was het wel heel koud, want er was geen kachel. Dus eigenlijk waren klusjes in de werkplaatsen dan. Ja. Dus toen als jochie van acht ging je eigenlijk op het schildersbedrijf wonen. Ja. Ja. En zo ben je als het ware, nou ja, opgegroeid. Opgegroeid, ja. Met het schildersbedrijf. Ja. Ja, en toen... ja, toen was ik toch gewoon, dacht ik, nou, ik wil ook wel schilder van leren. Ja. Dus daar zat er een vrouw in. Ja. Ja. Ging je ook afvragen met uw vader op pad? Ja, voordat ik naar de ambachtschool ging, heb ik in de vakantie ook mee geweest naar de, wat zo heet, de lokale schilder, in school A. En daar heb ik toen ook mee gehad. Toen mocht je weer naar de Wallenschool? Ja. En je van uw eerste klusjes? Precies. Ja, ja, van de eerste klusjes, ja. Lokaal van Ben was zomervakantie. Ja. Toen was dat gebeurd. Oh, dat is wel apart. Ja, heel apart. En hoe oud ben je toen? Nou ja, of 14 jaar denk ik. 14, 15 in de buurt. In die tijd ging je ook met 14 jaar van school af, hè? Ja, toen ging ik van school af. Ja. Dus toen mocht ik in de vakantie helpen. Ja, dan kreeg je eerst wat klusjes aan de grond en zo, en wat niet zo in het ogen valt. En eigenlijk best het hoefde maar steeds wat meer doen, wat anders. Hoe is het schilderen, hoe ging het toen, qua techniek en materiaal? Ja, kan je er iets van vertellen? Heel anders dan nu. Ja? Een heel andere soort verm. Wat is het verschil? Nou, allemaal giftige verm uit vroeger. Loodwitverf, zinkwitverf, verbieden. Buiten meestal loodwitverf. Loodwitverf? Ja, loodwit. Maar lood, hè. Het oxideren en het poeier wat eraf kwam, dan vermalen ze met een bindmiddel. En dat kwam dan de verf van, de pastaverf. En die was verder nog weer verdund van met lijnolie. En een droogmiddel erin, secatief noemen ze dat. Hoe? Secatief. Secatief? Ja. Dus je had, even voor de herinnering, dus je hebt een loodpoeier, ja. Lijnolie, secatief, ja, dat is een droogmiddel. Droogmiddel, ja. En dan nog een bindmiddel. Ja, dat kwam van de fabriek er al in. Ja. En moesten jullie zelf ook aanmengen? Ja, we moesten dat aanmengen, verdunnen met lijnolie, om het strijkbaar te maken. Ja. En het droogmiddel moest erin om te drogen. Anders duurde zo lang voordat het droog was. Het aantal kleuren was denk ik beperkt, hè? Ja, dat was beperkt. Wit en groen en blauw misschien? Ja, en groen. Dat kwam meestal van de fabriek aan de kleur. Ja. Maar zoals de witte verf, de crème verf, grijs. Dat hebben we allemaal zelf ook kleur. Met potten, mengkleur. Ja, waar je met kleuren kunt. Zoals zwart en zo, ja. Omber. Oker en al die soorten meer. Hmm. Ja, dan kun je met de kleur aan, veel lichtere kleuren.
En de kwasten, dat was warm hoor. Ja, dat was echt verschillende kwasten, waren echt varkenshoor, ja. Een varkenshoor lag konisch toe, met een bles aan het uiteinde, dat is heel dun was. En dan streept het niet zo, hè. Zie je, en, de mindere kwasten, dat was van een korte varkenshoor. Nou, dat kon niet meer werken, maar dat was meer voor doe het zelf. of een goedkoop klusje. Ja, even snel zien en dan weggooien. Ja, dat waren de ouderwetse verf. Ja. En dan was je ook nog verbonden in de verfschuren met puimsteen. Puimsteen? Puimsteen, dat was een soort lava. Dat waren van die stukken zo, van die dikke stukken, en die zagen je een keer midden deur. En dan kon je meer schuren in de verf. Dat je een goede hechting kreeg. Ja. Want die ouderwetse verf die was natuurlijk niet zo goed als de nieuwe verf. En was er geen schuurpapier toen nog? Ja, dat was er wel, maar lang niet zo best als tegenwoordig. Oh. Toen was er meer van het glas, glasschuurpapier, allemaal fijn glas, en dat zat dan op papier. Dat, ja, dat was zo stom. Dat kon je niet zo lang meer schuren. Nee? Nee. Maar voor binnen gebruikten ze dat wel. In fijn en ook wel in graf. Dus, ja. Het was wel niet zo makkelijk. Want als je die verf schuurde, ja, dan was het stief en dikker. En dan moest je het weer afstrekken. Ja, dat moet vloeien, hè? Dat het moet glad worden. Ja. Want doe je dat niet, dan heb je een hele ruwe ondergrond. Je dan. Ja. Dus dan moet je het uitslechten, noemen ze dat. Uitslechten? Ja. Uitslechten? Slechten, noemen ze dat. Ja, ja. Dat het gladder wordt. Dan moet je met de kwast heel lekkers, ja, heel goed verdelen en dan heel lekkers opstrekken. Aaien, noemen we dat. En dan waren we mooi later. Ja. Ja, goed. Hij de lader mee gaan schuren, dat was dan giftig, hè? De verf. Hij met gewoon schuurpapier op ging schuren. Ja, dan moest hij bij zorgen dat het niet inhoudt. Was hij dat toen, hè? Ja, van de leerder op de school. Oh. Ja, zeker. Van allemaal de leer. Maar ik heb weet. In mijn jeugd nooit een schilder gezien met mondkapje op. Nee, nou die waren er denk ik. Nooit gezien. Ik zie nu naar ze weg. Ja. Maar ik denk dat de schilder zoiets aan. Maar, ja, nou ja, buiten. Denk. Buiten adem je dat ook niet zo gauw. Nee. Nee, voor Ben was het natuurlijk heel anders. Ja. Maar er was een verf van mooi wijs naast om. Ja, ja, ja. Ja, zeker. Hij heeft besloten naar Rutte. Ja, dat ja, daar kun je nog aan niet herinneren dat ze ja, niet goed waren. Ja. Was hij in de kelder? Die vader was in de kelder aan schilderen en hij werd helemaal niet goed. Toen, dat weet ik nog best, maar daar heb je ook bij zat. Hmm. Ik heb het al met spuiten. Dan kan het niet weg, hè? Dan kun je niet ventileren. Nee, ik heb het al met spuiten aan de CMO. Het was meerkleurige muurverf. En in een gesloten ruimte daar gaan spuiten, ja, dan hadden we al die dampen, die hadden we in. En, nou, ik kreeg een keer kort aan en ik denk ik moet naar buiten. Maar hij flauw valt en is geen mensen bij jou, dan lig hij door. Gebeurde dit wel vroeger, dat een schilder ja, erin bleef, om zo maar te zeggen? Nee. Heb ik nooit. Maar dat heb je een beetje denk aan misgelders, hè? Dat, ja. Dat is een beetje hetzelfde verhaal. Ja. Maar dat weet ik toch nog regelmatig, zelfs nu nog. Die jonge broer doet toch in de buurt ook, toen. Dat weet ik nog zo goed. Er waren ook lamen van ons. Ja. Van Dijk. Ja. Ja. Dat weet ik nog zo goed. Ja, nee, maar dat doe je toch nog regelmatig, vind ik. Hetzelfde verhaal, je wordt ongemerkt bedwelmd. Ja, dat vind ik, ja, wordt bedwelmd. Maar de schilder ken ik het verhaal ook niet, maar dat viel er toch nog iets mee. Nee, dat was met die Sigmundo, meerkleurig muurverf. En vooral hij dan de halmerspuiten. Met trappelgang, maar alle deuren dichtplakken, hij ging verder, hij ging ventilatie in. Ja. Ja, ik weet nog best dat ik een keer naar buiten moest, want ik was zo naar in terug. Ja, anders kwam het niet goed. Wat moest je doen in uw jeugd dan, Jan? Ik ben op school geweest in de Wiek en toen naar Meppel, naar de Huzelschool en toen heb ik nog verder geleerd voor kostumeren. Dus een soort van naaien en zo, van cursus. Ja.
Nee. Maar ik had niet zo de hele beste oom en toen ben ik niet verder gegaan. Nee. Toen ben ik gewoon in werk gegaan, in gezin. Ja. En toen ben ik ook weggetrouwd en dan ging ik niet meer in werk. Toen kwam ik hier en toen moest ik in de winkel helpen bij mijn schoonmoeder. Ja, jullie hebben elkaar ontmoet en... 4 jaar overkering. 4 jaar verkering had. Op en neer naar de wiek en de Luizen. Met de bromfietsen. Met de bromfietsen. Ja, schat maar wat. Keuren we van die verhalen toe dan. Ja. Ja. Nou, flessen hadden we aan de auto. Vallen van die. Ja. Dat was makkelijker. Ja. Ja. Maar toen, toen ben jullie trouwd en hier naartoe gegaan, want toen gingen jullie in de winkel werken. Ja, en toen kwam de mensen dubbele woning en toen waren ze inmiddels verhuisd. Naar de Bakslaan. Naar de Bakslaan. He, voor tot voor kort Deco Home zat. Ja. 1955, mogen we 55, ja, denk ik, dan ben je dus. Oh, dan was je 34 al. Nee, 15. Ja. 25. Ik reken verkeerd. Nee, 15. In 54 heb ik mijn vader de zaak overgenomen. Ja. En in 55 boven Rusland. Er wonen nog mensen in die woning. En de werkplaats stond er. Die heeft een grote lorden bouw. Was van u zelf. Oh, er was al een werkplaats. Ja, die had de grote ladenbouw. Ja. De huizen waren ook van de groot. Oh. Dat de woning. Ja. Dus hè, toen hebben die mensen de huren gezegd. En daar wij domers wonen. En de groot, die was er Utrecht, uw vader had het overnomen. Is ja. 54? Die heeft in 54 overgenomen. In Juste. Ja. En in, wanneer kwamen jullie erbij? Getrouwd bent in 63. Van waar 64 wij zijn. Maar nou ja, maar in december getrouwd. In die jaren. Ja, achter in het jaar. Hè? Ja, was dat gebruikelijk? Ja, dat was. Ik geld weer van de belasting. Ja, geld weer. En dan word je erbij winnen. Kun je zien dat je weer iets jongere generatie bent? Ik heb ook al mensen die zijn met trouwen allemaal in mei. Ja. Ja. Maar dan was de stal schoner. Ja, ja, inderdaad. Ja, dat was zo. Ja, jullie hadden ook geen stal, dus ja, dat maakt daar niks uit. Nee. Maar inderdaad, in december trouwen, dat geldt het hele jaar als getrouwd of zo. Ja, dan kreeg ik weet het. En dat was fiscaal aan het werk voor je brood van de taart. Precies. Ja, dat vanmiddag. Verstandig. En jullie waren ondernemers, dus dan weet je wel hoe dat zit. Ja. 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 En, maar de winkel was zo direct, nou ja, zeg maar zodanig van omvang dat Jannie er meteen bij in kon komen. Ja, je kunt altijd wel werken, maar ik bedoel. Ja. Toen werd ze al drukker in het doe-het-zelfgebied. Ja. Doe-het-zelfgebied, dat was iets. Maar ze aan de winkel altijd van u zo. Je moest altijd in die buiten lopen. Ja. Je hebt de woning zo gemaakt dat je er van weerskant in kon komen. De deuren maakt naar de. Ja. Van weerskant naar de werkplaats? Ja. Ja, een stukje anders hebt. Daardoor weet je niet meer de buiten hebben. Nee, toen hebben ze dit ook dichterbij. Dit ook dichterbij. Ja. En toen wij allebei van achteruit bijkeuren zo de winkel in lopen. Ja, dus iets naar voren komt. Toen is het eigenlijk meer de winkel. Het was eigenlijk vroeger al die. Dus de werkplaats schuren nu toe. Hè. Ja, verkopen. Het werd toch steeds meer naar winkel toe. Dit is een foto ervan. Ja, hier die mooie foto's, Link. Daar moeten we even bij betrekken. Ja. Dat is wie hebben we hier? Nou, dat is Jannie. Als klant. Zogenaamd. Dus dat is mijn moeder. En dat ben ik. En dat is een broer van mij. Maar die was ook een klant. Was dit een spel? Ze hadden ook gewoon een spul. Om te oefenen of voor de winkel? Nee, het was in de winkel. Voor de foto? Voor de foto. Of zet die in de krant soms of zo? Gewoon verlaten. Gewoon verlaten. Als aandenken. Of voor je nog eens op tv komt of zo? Ja, nou ja, zie maar weer. Vooruitziende blik. Ja, ja hoe zag het er toen uit, die winkel? Er was een schuur, een vierkante. Ja, een werkplaats was ongeveer 8 tot 10 meter lang en meter of 4 breed. En dat was in tweeën verdeeld. Vooraan was de verkoopruimte met glasrek en verf en behang zat erin. En achter was meer de werkplaats. Boven werking. Smerig werk, zeg maar. Ja, dat is wat te doen was. Ja. Dus dan de teer en de karbeleum. En toen zat hij met de vader achter het nemen gaan en dan de dames aan de vuur. Ja. Nou, meestal waren we weg. Ja. Naar de klanten toe. Ja. Maar binnenwerk, wat een klusje binnen moest doen. Ja. Dan moest je in de werkplaats wat doen. Ja.
die andere ook glas toch, ook kleiner glas niet kunnen. Ja, glas niet. Glas niet, ja. En deden jullie met z'n tweeën die Genova? Ja, nee, wel nog. Gijs Schoenmaker? Ja, die daar ook voor ons staat. Dit waren jullie medewerkers? Mijn vader, dat ben ik. Met die gek kap. Ik wil zeggen. Ja, dit is een rare kap zo. Oké. Was dat een grappige man ook, wel? Ja, die kwam al die ook van Heintjes? Die kwam van Heintjes. Dat is ook belangrijk uit de boerenvorm. Ja, die kwam wel meer doen. Met het liefst een beetje een leuke kerel dan. Ja. En dan ben je? En dan gaan ze sigaret onder de neus en dan zo. Door ook mijn medewerker en die ouders. Schoenmaker. En dat is Lies Kouwen. Lies Kouwen? Ja. Die dat is ook een bekende schildersnaam. Ja. Ja. Die is voor dezelfde. Ja. 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 En dat was bij Kouwen, bij Hus, dat we weer aan schilderen. Ja. Waren jullie met z'n vieren toen in die tijd? Ja, in die tijd waren we met z'n vieren. Ja. Ja. En schoenmaker, wie hoe die ook alweer? Gijs. Gijs? Die vrouw die, die leeft nog, die woont daar in de Omen. In het, in die ja. Ja. Marie. Maar ik ben allemaal bekende namen voor de mensen nu de illusie van jullie heeft hier en ietsjes eronder. Ja. He? Ja. Mooi hoor. Ja. Dus, maar je had ook samen met uw vader een soort van maatschap of een vennootschap. VOF. Dus die mocht ook mee praten. Ja. Want het was al vrij snel dat uw vader zei, nou jongen, kom er maar bij in de zaak, dan kun je het later overnemen. Ja, direct voor wat ouder bent. Dan moet je erbij inkomen en dan, ja, dan kom je ook voor de zaak op, hè. Ja, dat is dat zo. Ja. En in de zaak zit je er ook wat voor doen. Dus van die tijd af is dat allemaal groot. De klanten worden steeds meer. Ja. En groter. De zaak moest groter worden, dus steeds meer gebouw. Nou, we hebben waarschijnlijk even verbouwd. Ja, ja. Hé, ben je al, Jan? Nee, dat ik niet. Maar we hebben wel vaak verbouwd. Ja. En steeds weer proberen wat iets naar voren te komen, want ja, dat alles zo'n einde van de weg af was. Hè? Ja. Ja, het was echt in vergelijking met alle andere winkels. Moest je echt eventjes weten waar je moesten, hè, bij jullie. Ja. Goed door. Ja. Ja. Hoeveel rolbehangen heb je verkocht in de loop van tijd? Ik zal het niet weten. Nee, niet bij jou? Ja, maar ik moet wel doen. Ik niet. Ik wou meer bij behangen en zo. Ja. Daar hou ik nog van, hè. Ik vind behangen heel mooi. Ja? Ja. Nou, maar je hebt hier gewoon steenmuren. Dus ja, maar dat zat hier al in, hè. Ten oude hier kwam. Ja, maar nee, behangen. De andere is allemaal behangen. Ja, zeker. Ja. En behang verkopen, dat is ook een vak. Ik heb nog geen beeld bij, maar hoe werkt het? Mensen die komen een kleurtje. Ja, dan moet je die aanvullen wat ze zoekt. Hè? Ik wil zeggen, maar je hebt een heleboel boeken en dan ga je dan ook mee in de huis soms. Ja, maar vroeger hadden we gewoon heel veel in Veurhout en daar leerden we een boek van maken. Over de 100 soorten en daar hadden wij 8 tot 10 boeken in Veurhout van ons eigen baan. Ja. Nou, die waren in het weekend meestal allemaal weg, want dan gingen de mensen in het weekend wel eens zoeken. Ja. Maar nu is er niet zoveel eindbehang meer. Nu hebben we 200 boeken van Hans Kleine in Veurhout. En dan krijg je allemaal boeken met naar huis. Wat is het verschil tussen eigenbehang en niet-eigenbehang? Nou, dan kun je zoiets Veurhout meenemen. Behang bij je Veurhout? Ja. Ja. En dat doe ik dus voor die, als ze direct behang wordt, ja, dan kunnen ze dat beter doen. Want dan die hadden altijd een hele partij behang op voorraad. Ja. 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 Elk voorjaar kwam een nieuw behang. Dan was weer in de vakken. Dan was een boek van mij kwam. Ja. Ja, dat was al die hele. Hoe was de mode in behangwereld? Was dat niet, was het spul niet snel verouderd? Vulden we mee? Nou, elk jaar kwam er wel weer iets anders. 10 jaar was er wat gebloemd en dan was het ander jaar wat grotere bloem. En geleidelijk veranderde die mode. En dan kwam er in het begin meer bij gewoon behang, hè? Ja, gewoon even behang. Ja, en jullie begonnen iets, maar Johan 60 was het denk ik nog wel. Ja. Even, maar in Johan 70 begon het niet. Toen kwam er ook meer vinyl behang. Wat moest er oranje en groen. Ja. Maar in het begin was het allemaal heel gewoon behang. Ja. Dat noemen we dan heel gewoon. Ja. Ja, unie. Ja, unie, want even kleuren en zo. Makkelijk. Op patroon is ook altijd wat moeilijker, uit op patroon wordt klaar. Ja.
Ja, dat kwam maar, later. Ja, dat kwam later steeds wat exclusiever kwam. Ja. Maar als mensen in de winkel kwamen, dan had je toch ook al wel op een gegeven moment een soort van automatisme, denk ik, ja. Van nou, dit is er een voor dit soort behang. Ja, dat had Jan een sneldeur al. Ja, ja, dan wist je wat kleuren van verven binnenstuur. Ja. Nou, dat was wel mooi, maar ik vond altijd wel mooi. Ja. Ja. Bij een heleboel mensen al IWAN, denk ik, heel snel bekend met Nelhuizen. Als import. Ja, dat weet ik niet. André, die zei me aan de telefoon, nou, wat nou meer terug. Jan, die kent meer mensen dan ik. Ja, ik ben in Noord ken ik wel een heleboel mensen, hè? Ja. Meer dan op Zuid. Ja. Want daar kwam ik natuurlijk niet zoveel die kanten op en daar kwamen ook niet zoveel klanten bij. Nee. Was nee weer, de liefde, toen was de liefde er inmiddels ook, hè? Ja. En die verkocht ook van alles. Ja, dat was niet een type dat mensen toch sowieso ook even bij de buren gingen kiezen. Nee, dat hij toen niet. Hij toen niet. Nee. We hadden speciaal op de gemeente bij Zwolle, die kwamen met de bussen bij ons. Ja, met de bussen? Ja. Met de bussen, en ze gewoon met naam de bussen weer terug. Ja. Ik zei, zoiets zei hij nou niet meer, hè. Het is uniek. Ja. Dat vergeet ik nooit weer. Nee. Voor zo'n oma wegkwam, er was ook wel een deur van de Stouwen aan de Woonse toe. Ja. Dat weet ik nog wel. Ja. Die kwamen toch bij ons behangen, dus. Ja, verder wel. Ja. Ja. Toen had je ook nog veel meer vaste klanten. Vaste klanten, hè. Ze hebben tegenwoordig met ze allemaal mobiel, ze gaat overal heen. En nou om Zwolle, Delft, Dimmerl. Internet. Ja. Internet, ja. Jullie hadden nog geen internet, denk ik, hè? Nee. Ja, maar gaan we ook op doen. We hadden dus... In de 80 jaar naar we hadden zo... Wat kleur die sparen zo'n stukje, onze oudste zoon, die kunnen ze zo allemaal opnemen natuurlijk. En dan, zeg maar, die 10 kleuren dan of zo. Auto, maar dan moet je nou zien hoeveel kleuren hij kan krijgen. Toen kregen wij ook inmiddels zo'n machine. Een kleurenmaakmachine? Ja. Nu zeg ik dat goed? Ja. Mengmachine. Mengmachine. Dus dan kun je toch duizenden kleuren maken? Ja. Het is allemaal veranderd, hè? Ja. Wanneer ben je, hoe lang heb je dan? Van 63 tot? Wat dan in de winkel dan? Zeumdaar en Jorik in de winkel. 2002 bouwen stout. Ja. Dat was de euro van. Toen bouwen stout. Toch niet vanwege de euro? Nee. Dat is toeval. Nee, toeval. Ja, ja. Er wel meer van. Ja, ja. Ja. Maar in die Zeumdaar en Jorik is het toch in ieder geval op verfgebied heel veel. Ja, maar dat op behanggebied. En ook variatie. Hè? Enorm. Uitgebreid. Echt uitgebreid. Maar het leukste, ja, in de winkel lijkt me ook wel leuk als iedereen die komt, maar de boeren gewoon, dat lijkt me ook wel heel leuk. Ja, dat vond ik ook wel heel mooi. Want je kent alle huizen in Den Oost, mag ik het zo globaal zijn? Nou, wel een heleboel, ja. Alle is natuurlijk overdreven, maar... Nee, maar ik ken wel ontzettend veel huizen en mensen ook. Ja, dat gaat er automatisch heen zo, ergens aan het werk moet dan. Nou, ken je de mensen, maar de buren ken je dan ook aan weerskant. Ja, maar dan kun je ook beter dan weer zoals in de Noordstaatsbos toe en zo, ik noem maar wat, dan weet wie daar woont. Ja. Dat weet ik niet hoor. Nee, ik weet zo allemaal. Je kent de mensen van gezicht en namen, maar hoor ze allemaal precies wonen. Nee, dat moet die andere hebben. Ja. Nou, dan reden we wijs rond. Ik zeg, nou, daar woont die. Ja. Daar woont die, want die kent ze van de winkel. Want gingen jullie. Bij een nieuw zagen in de Luzen, of ook wel niet voor? Toen nog niet zo ver weg. Nee. Maar meestal in de Leuzen, oud Leuzen. Ja, daar hadden we ook wat klaar. En dan was ik daar ook drie meden, anders dan schelden wij. En het brood bij hoe mijn neer, daar kwam ik van in, drie meden. Ja, ja. Meden aan de port, bij de boeren. Ja. Ik kreeg twee keer warm eten op zo'n dag, hè? Ja, maar ja, zo'n stuk kwam, was er wel aan mee. Ach, dat maar goed. Ja, Jan ook geen mobiel daar, je kon wel, maar niet om geen warm eten te maken. Nee. Dus het kon ook niet helpen. Nee. Dit is nou allemaal, hè? We hebben allemaal niet telefonisch. Ja. Je kunt nou een appje doen, want je hoeft geen warm eten te maken. Precies. Is waar. Nou, ander. Ja. Nou, maar vertel eens u die type, wat je nou denkt aan, nou, Johan 60, 70, schilderend bij de mensen. Die komt natuurlijk, je komt van alles tegen. Ja, je komt van alles tegen, zeker. Je moet een klas hebben. Ja. Dan komen daar bij huis.
Robert al die eerst naar het verder toe. Ging naar de Valleres. Ja. Robert Valler. Ja. Nou, en dan. Ja, er waren al de vrouwen die zaten daar in de kamer, bij de kabel. Die hebben ze gehad. En toen zei ze. Kom hier maar. Ik zei ze wel. Nou, Jannie, maar we hebben de boel gebouwd. Ja. Dus. Ik was waar de rotten zaten. Ja. Ja, zei ze. Ze ben achter in de stal aan het voeren. Maar wil je ook koffie? Ik zei, nee, kan straks wel. Ja, zegt die vrouw. Het is vandaag een koelucht. Koelucht? Ik heb niks geroken. Maar dat kan je ook niet roepen, zei ze. Dan is de lucht net een koeienhuis. Oh! Ja, ik denk, wat is er nou? Heb je een nieuw woord geleerd? Ja, een nieuw woord geleerd. Ik denk, nou, dat is wel mooi. Dat kan tolen. Yeah. Ik las een keer in de krant dat Kamperveen daar een café is, de Koelucht. Oh. En dat stond in de krant. Hadden een andere mensen gekocht, want het café was er niet. Nee. En toen kwam de garage weer staan, de Koelucht. Nou, ben ik eens helemaal ingehakt en ik zei, ja, waar komt die naam dan weg, de Koelucht? Nou, ze dachten dat van de Koelucht. De koele lucht er was. In Kamperveen of bij de Zuiderzee, hè? Ja. Aan die palmen met lichten. Ja. Ze dachten dat doorweg kwam. Ik zei, nou, het lijkt mij ook wel dat het van de koele lucht kwam. Dat hij vaak een open lucht met een koeienhuis. Ja. Maar dat wilde de man niet aan. Nee. Nou, ik denk, nou, laat die dacht, ik kan mijn bief nu eens, die ja, kon meer vertellen, ja, die café in de stad er komt. In zulke dingen ben ik wel geïnteresseerd. Ja. En ik wilde niet zo voor me weten. Nou, maar er waren toen, ja, je ziet daar nog heel veel boertjes. Ja. Dus die kwam vaak aan Tovel te zitten. Ja, in de Huizenbaan ging je tussen de middag nu of zo? Ja, liggen aan hij, nee, al in de Moordbaan, want dan we gewoon weer op de fiets, hè. Ja. Dan moet je fietsen en een half uur nog, dan gaan we met de fiets. Ja? Dus, ja. Ging je alweer op de fietsen? Ja, maar een auto hadden we niet. Eerst niet. Brommers ook niet. Nee, was allemaal met de fiets. Een karre erachter. Karre? Een karre. Een lange karre waar de ledders op kwam. Juist. Ledders, trappen eronder. Verf eronder. Heb je er nog foto's van? Ja, is er nog foto bij. Ja, dat is de hokker weer mooi. Dus die karre. Hele lange karre. Oh ja. Niet zo heel dun. Nee, maar, ik zie het nou. Dit met de beide wielen en dan ligt hier een plank ertussen. Ja, een lange kader, zo breed was het. En dan kon je een ledder op midden. Toen kon je een ledder op doen. En dan had een stang aan zo. En dan kon je achteraan aan de fiets aan hoor. Ja, ja, dan trek je speciaal dat ding. Ja. Geweldig. Ja, soms had je het zo vol, dan kon je maar alleen door. Als er wat wind was, kon je maar alleen niet trappen. Nee. Dan gebruiken ze de ledder van de touw van de ledder. Gebruiken ze hem te helpen naast mijn fietsen. Oh, die trakt daar mee? Met z'n beiden. Ja. Geweldig. Ja. Oh, dat is een straatbeeld dat is verdwenen. Dat heb ik nog nooit gezien. Een schilder met een. Ja, die kar hoort ik ook niet. Met een kar achter de fiets. Nee, in de Zwolle hadden een bakfiets, hè? Met zo'n bakfiets met ledders erop. Oh. Glas kon erop, maar dat hadden we niet. Nee. Deze kar was van de Roos. En dan noemen ze dan glas vervoeren? Daar kwam in kisten. Een kist en er was een glas in gezet en weerskant stro erin. Oh ja. Maar ook wel een foto van mij. En in ieder geval, die waren op de karren gezet en vaste ben aan weerskant. Op diezelfde karren? Ja, ook op die karren. Er zat dan een kist, glas erin en stro ertussen? Stro aan weerskant. En dan een lage glas. En dan ging al die wel goed of? Ja, dan moet je een stemsteker op maken. Dat ging altijd goed. Ja? Ja, er was niks meer. Als je maar zo aan me slaan, maar. Nou ja. Maar. Ah, nee, dat kan ik me niet herinneren. Ik zie hier dus, ook een of andere lang. Oh, dat is een hek. Ja, dat is een bouwgraaf. Mijn vader heeft door het werk met de Groot. De Groot. Ja. Die hangt toen ook nog meer op karwei. En dat was bij Veldzicht. Een woning van Veldzicht. Ja. Met een verschil. Dat is de tuinman die onderhoudt de tunnel door allemaal. Ja. Waarom hebben een schilder eigenlijk altijd een witte overal? Ja, dat vraagt ze van mij. Waarom?
Dan weet je het ook niet. Dat is heel simpel. Ja? Ja, we werden overal kunnen goed uitkopen. Oh! Ja, dan kun je in de soda doen en je kunt loog. Wat logen ben je dan? Dan kun je die verven makkelijker doen. Ja, dat is weer een mooie hagel, weet man. Ja, ja. Door, het is eerst in mijn groene zieken. Die overal. Ja. Als andere zouden soms, als andere muur. En dan ronden we heel strak op. Heel strak ook rond. Oh, en, ja. En dan bleef je zo'n dag lang. Dat die zeven erin trak? Ja. Ja. En dan? Ja, en dan uitkomen of wat ook, maar ik kreeg er alles altijd in de huurte. Of met zo'n wasklokken. Ja, ik heb nog zo'n klokken. Ja. Van mijn vader, zo'n wasklokken. Ja, ja. Ja. Want de hele week met Ian overal doen? Ja. Kon dat? Ja, dat kon. Want die waren net geschilderd, dus zo snel was ook weer niet. Nee. Maar dat ging wel een keer een drukje over. Ja, ik moest bij zo'n knieën liggen, zodat met die jongeren van voor de knieën. Ja. Nee, ik kwam wel met een enkele keer uitgezonderd. Meestal één week met de overal. Ja. Ja, dat was het. En dan het weekend in de Groene Zeven. Ja, en de andere weken van voor Rudewaard. En dan de andere overal. Ja. Nou, daar heb ik weer geleerd. Ik heb het door. Ja, ik heb weer overal gezien. Boer bijna altijd in het blauw overal. En dan schilder altijd in de witte. Ja, boeren was altijd donker. Overal. Ja. Ja, die ik heb nog nooit boeren in de witte overal gezien. Nee, goed. Die overal gewoon bij een uur de kopen. Die blauwe niet. Ik denk dat die gewoon. Die ging gewoon in de wasmachine. Ja. Eerder op de hand. Op de hand, was. Op de hand, hè? Ja. Ik denk dat stront is makkelijker schoonmaken is dan verf. Ja, verf is er heel vast in. Ja. Met loof of soda of wat ook. Ja, geweldig. Ik zie hier ook nog iets. Ja, er waren allemaal foto's die als ik van andere foto's aan elkaar gelegd heb. Ja. Glasbladen erop en dan foto's van de markt. Leuk. En allemaal momenten. Dus van de schilderschool dat ik ontgroend was. Ach. Met nog een klasgenoot. Ontgroenen toen al? Ja. Wat moest je doen met een of ander dom ding door de stad en fietsen? Ja, met een handkar door de stad lopen, met een bukcheck, puggies gegaan van de grond. En die werden weer los doen in die tonnen, in die kist. Ja. En dan werden we weer roepen, bukcheck, bukcheck. En dan werden we verkopen. Maar ging niet in de kolder komen. En er was bukcheck en werden gebukt moest. Ja. En zo zetten we dan een voor je over. Ja. Maar ik zie hier ook een kunstschilder. Ja. Althans. Decoratie. Ik neem maar dat je dit bent. Reclame. Ja, dat ben ik. En door op de ambachtschool. Je leert op de school ook echt. Ja. Is dit dezelfde? Figuratief schilder. Is dit dezelfde? Ja, in orde. Ja. Ja, dat is dezelfde. Ja. Dit is andere, ja. Dat is op de ambachtschool, eerste of tweede klas. Door leer je dus ook echt. Dit is echt een rol die zelf maakt nu toch? Nee, dat was standaard. Dat hadden ze al een keer gemaakt, maar dat was wel gebeurd. Zulke soort dingen moest je maken? Was anders voor, ja. Blinder. De laatste klas moest je zo'n reclame maken van alles, allemaal ontwerpen. Ja, dat was ook geen plakletters. Is dit dan een andere, want hij het later ook nog weer gedaan, maar dat lijkt me vrij specifiek. Jawel. Moest je wel doen? Ja, ja, ja. Is die er ook bij die hij in de trap op gaan gedaan, hè? Jawel, ook wel. De hemschrikkeling. Ja. Nee. En bij Herman van de Baarstap ook nog. Ja, dus trappenvang heb ik gemaakt bij ons. Bij jullie thuis? Een decoratie aan de Bakslijn. Dus de zon, de lucht waar vogels vliegen. Aarde en vuur. Aarde. Nou, ik zou zeggen, dat is. Dat is water. Dat is een van de Cobra-groep, waar ik het zo bekijk. Ja, moderne. Dat ben je gewoon. Ja, moderne kunst, dat ook. Best mooi. Dat is van de Berg gebeurd in de autorijschool. Die won ook wel op de schoorsteenmantel. Ja, ja. Decoratief. Die ging ook echt als kunstschilder. De modern. Ja, de boeren. Leren we op school. Ja. Vind je dat mooi om te doen? Ja, ik vind dat wel heel mooi. Heb je bij doeken geschilderd? Nee. Dat kan ook niet. Oh. Dat lag me niet. Nou, je kunt het denk ik wel, want ja, het is... De andere is decoratief en de strak. Ja. En de andere is echt vloeiend. Dat is een kunst. Dan ga je met de kleuren overmengen van licht naar donker. Ja. Maar dit niet, dat is gewoon vlakvulling. Eerst uw teken, wat hij hem wil. Ja. Of
vlinders en zo, en rupsbloemen. Met een moderne versie, hè? Ja, leuk. Ja. Nou, maar dat kan nou denk ik ook niet meer, want de uren zijn allemaal zo, zo duur. Hè? Ja, dat kan toen was dat niet zo. Toen waren we specialist geweest. Ja. En het was voor te duur. En toen waren we dan ook allemaal plakletters van folie. Ja, dat ging machine via de computer ontwerpen. En daar kun je meer dingen aan. Ja. Je hebt het bedrijf in 2002, zeg je, ben je ermee gestopt? Ja. Maar is weer overgegaan op de volgende generatie, hè? Schildersbedrijf, ja. Ja, maar dat is wel deur gewoon. Ja. Dat is al eerder gebeurd. Oké. Dat is denk ik in 96 al gebeurd. Ja. Toen een nieuwe werkplaats gezet aan de Calgon weg. Ja. En toen was mijn zoon ook al bij ons. Richard die heeft het over. Richard die is in 94 alweer in de zaak gekomen. Hm. Die heeft het overgenomen. En hij is wel wat groter. En, niet zo bekrompt aan de bak slaan, want dan kon je als niet meer uit de uitrit komen met de auto's. Dan zat hij iedere keer klem. Ja, je riet een naar binnen, ja. Kwam naar achter toe zoals je punt. Dus dan moet ik weer achteruit. Ja. Met de kar achterhouden, glas erbij. Spuiterij. En dat kon niet, dus toen had besloten om door een bedrijf, bedrijfsgebouw te bouwen. Ja. Met spuiterij erbij en een glashal. En zo geleidelijk aan is door een mengmachine gekomen. Waar hij schilders aan het werk hebben, een stuk of 4, 5. Ja, die moet verven, maar hij deed een keer bestellen, maar dan duurt weer een dag ertussen. Ja. En dan kon je niet op wachten. Dus dan moet je mengmachine. En dan meng je zelf de verf. En die jongen neemt de verf zo mee. Ja. Dan kun je zo voort, want ja, die uren zijn duur, hè. Ja. Ja. Dus Richard die draait nu schildersbedrijf, meneer. Ja. Meneer BV is nou. De naam is al heel lang. Het is geen andere meneer en zo meer. Nee. Meneer BV nou. Makkelijker. Ja. En het is een BV. Ja. Ja. En toen ben je mee. Dus je hebt eerst schildersbedrijf overgedaan? Ja. Schildersbedrijf hou je eerst overgedaan. Of Richard zat erbij in eigenlijk. Ja. En zo geleidelijk aan ben ik teruggestapt. Toen 70 hebben we helemaal gedaan. Nou, je hebt ook een jaar gebouwd. Ja, ik heb lang de boekhouding gedaan en betaling en alles. Ja. Lonen. Maar geleidelijk aan heeft zijn vrouw daar overgenomen. Ja. En Richard, die daar al heel lang in de zaak alleen. En de winkel, dat is de kleine. Ja, gebouw. Die heeft dat gehuurd van alles, dat pand. En die heeft de verf en behang verder gedaan. En toen ben je gestopt, Jannie, met de winkel, toen ze het overnam? Ja. Ja, we hebben me eerst erheen voordeel. Ja. 14 dagen. Ja, maar ik kon niet zo gauw in de druk. We konden geen ene kring, we waren dan maar heel veel bezig. Hè. We waren al aan het opperen. Oh. Mm. Want het waren ons toch allemaal wel een beetje te druk en met zoveel wetten en doen. En toen zeggen we, nou, we houden het op. Ja, toen maar toen kwamen ze nog op de valreep. Ja. Hij is met zijn vrouw, hè? Maar die werkte natuurlijk in het ziekenhuis toen. Ik weet niet, de rest van een positieve dan, hè? Ja. Dat is nou geloof ik niet meer. Nee, nou niet meer. En ze bent vorig jaar of zo, wanneer bent ze? We hadden dit ijs overgedaan naar Richard, hè? Want dat huurden ze eerst van ons. Ja. En toen heeft Richard de boel overgenomen, die wou toch wel graag dat bij het huis op, dat stuk. Ja. Ik vind het al van de huurt en nu zit er een ander in. Ja. Kachelman. Een kachelman, ja. Ja, in kachels. Ja, dus de wetgeving die van jullie die ziet ook wel een beetje steeds vervelend. Vragen. Ja, vervelend. Wat is de speciale schildersbaan wetgeving of bedoel je het algemeen? Ja, het milieu, hè. Ja. Milieu en glas en alles, maar je apart gaan doen. En je mag toch niet meer schilderen. We allemaal een andere verf van, op beide basis. En dat heb ik ook niet geleerd, dus ik schilderde er ook nooit meer. Dat ben ik ook niet. Nee? Vak apart. Dat,
Die jongens die leerden van begin af aan. Wat is het verschil? Nou, streepverhouders, vloeit niet zo mooi. Andere kwast nemen. En, nou, wat vaker met, ook met rollen is gedaan, maar je moet er niet te lang in werken, want dan vloeit het niet meer zo. Kijk, het is echt wat moeilijker. Is waterverf moeilijker schilderen dan olieverf? Ja, ja. Ja, voor die jongens misschien niet. Die is dat niet anders weet die. Als die grote zo bij ook weer, hè? Dan is het vanzelfsprekend eigenlijk. Maar ik heb al die synthetische niet. Werk, yeah. En dan is het moeilijk dat je over moet schakelen op waterwerf, watergedragen niet eigenlijk. Ja. Wordt het moeilijk om de boel achter te laten of is het mooi geleidelijk gegaan? Het is maar geleidelijk gegaan, ja. Ik vond het niet zo moeilijk. Ik ben eigenlijk wel een beetje blij dat dat vrij was. Ja. Ja. Ja, daar heb je altijd naartoe gewerkt eigenlijk, dan naar een pensioen toe. En, ja, ik heb een boel hobby's, dus ik verveel me ook niet gauw. Nee. Maar wel leuk dat de naam nog steeds voortleeft, hè? Ja, dat is mooi. Ja. Zeker weten. Ja. Ja, daar ben ik blij van. Ja, als het niet anders wil, dan wat anders natuurlijk. Maar ik vind het mooi dat Ria het nog verder doet. En dat de winkel ook nog deur is. Ja. Dat is ook altijd mooi. De winkel wel in een nieuwe plek toe. Dus. Ja, dat is een mooie winkel hoor. Ja, prachtig. Ja. Ja. Je zegt Richard, maar dat betekent, daar kom ik even bij de vraag. Jullie hebben ook, weet ik, 3 kinderen gekregen? Ja. 3 zonen. 3 zonen? 3 zonen. Ja. Dochters woont niet om? Nee. Nee. Nou, zolang ik daar ook niet op wacht. Nee. 3 jongens en is Richard? Is de tweede. De middelste? De middelste. Oké, en wie ook nog meer? Adriaan is de oudste, dat was de eerste. Adriaan is natuurlijk de naamdrager. Ja, bij die vorm. Ja. Maar hij wordt allemaal Andries en André. Die vijf was Aand. Ook ik, dat was je niet gekloot. Toen ging hij nog benoemd, hè? Ja, ze zijn ook benoemd, ja. Adriaan, Andries en Arend. Allebei. Adriaan en Richard en... Richard en Jacques. Jacques. J-A-C-K. Werk bij Richard. Ja. Oh, kijk eens aan. Ik ben Richard. Oh, dat is helemaal leuk. Ja. 2 kinderen in de zaak. Nou, nee, je zit er niet. Nou ja, maar ik bedoel... Ja. 2 kapiteins op een schip, dat wil ik niet zeggen. Nee, maar je hebt 2 jongens in ieder geval in het schildersvak zitten. Ja. Leuk. Ja. Ik heb ook naar de schilderschool gegaan. Ja. 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 En je bent ook wel weer op een leeftijd dat ze ook alweer kinderen hebben, heb ik net gezien. Ja. Ja. Dus jullie vormen onder andere een hele grote club? Ja, 9 kleine kinderen. 9? Ja. De oudste is 24 en de jongste is 8. 9. Ja, 9. Bijna. Hè? Ja, 9 helemaal. Oh, die wordt dan 10 in februari. Ja. Woont ze in de buurt een beetje allemaal? Balbrug is verste weg. Toe. We wonen de oudste. Dat is nou net te geloven. Of te befietsen, maar jullie fietsen ook graag, hè? Te fietsen, ja. Ja. Fietsen is 9 kilometer naar Ballen. Dat is goed te doen. Ja. Oh, we hebben meer elektrische fietsen doen. Ja. Stroombrengen doen. Ondersteuning, hè? Ja. Maar verder, ja. Jack woont hier heel dichtbij. Ja. Kilometer zoals? Ja. Ja. In de nieuwe buurt. Stekelbaas woont hij. Stekelbaas, ja. Ik denk dat jij als een schildersbedrijf hebt met elkaar, dat je eigenlijk continu met die zaak bezig bent. Dus echt goed. Ja. 6 dagen in de week les. Ja, maar schilderbedrijf. Zondags papier bijwerken. Bij wijze van spreken. Ja, als man zijn. Ja? Ja. Als we niet rond hebben. Nee. Als je niet rond kan komen. Dus nee, de hoorschrijving heeft geen vrije tijd over. Nee. Nee, niet veel. Nee. Want die waren steeds in de winkel, maar jij had ook 3 kinderen. Ja. En nou, die bent met jou weer iets te kort komen. En de oudste kleinkinderen, daar hou ik niet zo veel contact met. Ja, nou en weer, maar daar hadden we geen tijd voor. Die van Sjaak, daar hebben we meer tijd voor gehad en daar doen de winkel niet meer aan. Ja. En dus toch wel verschillen, hè? En ja, enorm druk vakken en ook 's morgens vroeg beginnen. En, die 2 van Richard ook heel veel contact mee had. Die waren hier ook al die boel in ook bij je stelt niet, hè? Ja. Er zit nou wat leeftijdverschil tussen. Ja. En toen later die jongens. Ja, wat mooi.
Kun je wel van genieten. Ja, hè? Ja. Maar Nono, je zegt, ik heb hobby's zat. Wat doen jullie dan? Nou, als het iets zat is. Tuinieren eigenlijk dan. Tuinieren? Ja, hier zo dan, maar ook aan de Kougomweg. Daar heb ik ook een moestuin. Oh, ja. Van ongeveer 100 vierkante meter. Nou ja, kijk, als ik bij u heb, dan loop ik er zo in mee. Maar nog ga je er naartoe en dan moet je ook wat doen natuurlijk, hè. Dan ben je direct niet weer. En ja, ik vind het tuinieren al die heel mooi werk. Maar ik ben nog meer stap aan van het jaar. Want ja, ik ben ook nog weer andere dingen. We maken ook graag fietsen al die. En computer. En met die foto's maak ik ook graag. Ja. En als je dan 10 te korten kon, was de dag te gauw weer om is er ook niet te mooi. Voor 10 te korten. Jullie zijn allebei vrijwilliger bij het Palterhof, hè? Ja, ja. Echt een leuk werk. Wat doe je hoor? Mensen begeleiden als er mensen komen die het museum willen zien. Ja, dan moet je er een kwart over 9 moet erin en dan moet half 2 moet klaar zijn tot 5 uur. Is er een vaste route? En dan krijgen we bericht van wat voor dagen ouders dan, maar 2 keer in de maand zo'n beetje. Maar eerst was het 1 keer in de maand, maar ik ben er wat overleden en ja, ze kreeg niet zo gauw, nee, vrijwilligers. Als het museum open is, ja. En deze vaste tijden is. En nou hoeven we er niet in, met paus nog niet weer open. Ja, precies, alleen in het seizoen. Ja, dat is het. 4 dagen in de week. 4 dagen in de week. 4 middagen. 4 middagen. Woensdag, donderdag, vrijdag. Maar we doen nooit zo vaak hoor. 1 of 2 keer in de maand vaker eigenlijk niet. Nee. En nee, dan. En een koffie zetten misschien. Ja. Of thee. Ja. Maar dat doe je niet als je ook niet zelf geïnteresseerd bent in die, nee. Nee, historie. Je bent er wel in geïnteresseerd. Ja. Ja? Ja. En ik weet ook van, want er is een Facebookgroep, ja. Nieuw-Leusen in Nieuw-Leusen Den Hulst in oude foto's. Klopt. Ja. Daar is André ook heel druk mee. En daar ben je heel druk mee. En, ja. Kan ik wel even zeggen nog tegen mensen. Mensen, als je nou Facebook hebt, kijk er nog eens naar. Ja. 2000 mensen zijn nu al lid van de groep. En die ben niet al zo actief als André. Nee, maar. Want er wordt iedere keer wat een nieuwe foto's gevoerd. Precies. En die zet er ook regelmatig in op, want deze bijvoorbeeld heb ik ook door de zenen. Ja. Dus sta je zelf natuurlijk ook. Je bent ook niet te benauwd, je zet er ook bij die in zelf op. Ja, maar. Wie is dit? Dat is mijn vader. Oeh. Die hield bij de winkel. In die tijd. Ja, leuk. En ik was bezig met glas afmeten en dat moest gezet worden natuurlijk. Ja, ja. Plaatsen. Ja, daar is een ruit kapot was. Ja. En je was even overleg met z'n beiden. Is dat bij de vetmachine? Nee, bij de glas. In de oude winkel nog. Niet de oudste winkel, maar de oude winkel. Ja. Hadden we de glasnijapparaat in de winkel staan. Ja. En dat glas ook. Maar op die website, daar zit hij zelf foto's, maar je reageert ook heel vaak op foto's die andere mensen plaatst. Ja. Want dan zegt ze van wie kent hier de namen en dan meestal. Meestal weet ik. Kennen jullie wel een hele stel van? Ja. Zegt de wijze, is de ombudsman. De ombudsman. Ja. André kan wel ombudsman worden. Ja. Maar ja, dat kun je vindt het A mooi en B, je kent heel veel mensen. Ik ken althans, in een bepaalde periode. Ja, bepaalde periode, want tegenwoordig weet ik niet zo wel meer. Nee. Nee. Maar een bepaalde periode, ja. Maar dat vind je leuk, hè? Dan kroep je achter de computer en dan ga je hem kijken of er nog een berichtje is. Ja. Of doen jullie dat samen, Jannie? Maar dan zie je zo'n web op de foto's. Ik maak één ruzie namen. Ik doe niks achter de computer. Nee. Door een mannetje. Dat heb ik dus wel, maar ik heb zoveel andere hobby's. Ik maak er deurzies, kaarten, van alles. Oh, je hebt gewoon geen ziet? Als ik, dan moet Tommy op om. Als ik ten andere wat doen, zeg ik. Want ik kan maar je kijkt bij mij toch even op die hobby's. Ja. Ik laat het wel. Dat is hartstikke leuk, hè. Dat is echt een hele leuke rubriek. Ja. Ja. Zullen nog eens meer mensen naar munt kijken? Eigenlijk wel, ja. En, maar deurzies maken, wat is dat? Dat door deurzen we gewoon bij de supermarkt ook wel. Ja, maar ik vind het van open behang doet het. Oh, kijk. Van behang. Zijn haalde in behang. En tas is. Kijk, deze tas heb ik nog pas nog meer gemaakt. Ah, wat leuk. Oh, die bouw je hier mooi zelf op? Ja, van behang.
Het is allemaal van behagen, hè? Die maak ik dan zo. Wat leuk! En is dat voor de verzameling of doe je door... Oh, ik doe er niks mee, ik geef ze wijs weg. Doe je door een bonbonnetje ja, dat je een cadeautje geeft? Ja. Precies. Ja. En verder, als de kinderen jaren met me, maak ik meestal ook iets voor een... ook geld en doel. En... Ja, een mooie envelop. Ja. Ja, mooie envelop. Nou, je maakt wel werk van die werk. Ja, vind ik mooi werk. Gaatjes in stand doen. Ja. Ja, maar direct ja, machine voor, hè? Voor. Nou ja, maar goed, ik bedoel, dat moet je dan wel hebben. Ik wil door ik ook nog een paar binnenstappen. En die ging het ding door voor de voor thee is het allemaal. Een teapot en voor theezakjes. Oh, leuk. Ja. Nou, dat leg je ook nog gauw in handel. Maar je wilt er niet meer af, natuurlijk. Oh, jongen. Oh. Ja, leuk. Ja. Ik ben ook een dansgroep. Een dansgroep? Ja. Oh, ik ging altijd niet meer klompman, maar buitenlandse dans. Internationale dans. Internationale dans. Ja. Maar die is niet, mooi, die is niet gehuisvest in Nieuw-Leuven nog wel. Yes, okay. Nou, Wilhelmus. Dansiewij. Hoe? Dansiewij. Dansiewij. Ik moet het opschrijven. Dansiewij, laat ik mijn haar opzien. Ja. Met een T of een D? Ja, T. Dansiewij. Ja. Dat is hier in de ontmoetingskerk. En het is internationaal dansen. Ja, allemaal. Maar ik weet zeker dat ik niet de enige ben die dit niet weet. Dus ik ga er nooit maandag aan besteden. Het is meer alleen dames. Ja, oké. Okay, allemaal, de meeste dames komt uit Nieuw-Leuven. We hebben dus ook nog wel een van Rofijn, maar die is er niet meer op. Het zijn allemaal vrouwen van Nieuw-Leuven, allemaal zo jong als hier. Ik ben zowat de oudste. Oh. Ja, met Jet en Brinker van die fietszaal. Maar en, oké, okay, internationaal, en wat ben je dan voor dansen? Zoals? In de rij dansen, of met elkaar in de ronde dansen. En ook bij zijn spaar. Ja. Allemaal op muziek en ik noem maar wat uit Syrië of Israël en Engeland en ook wel uit Nederland, alle reden landen. Ja, maar de leidster of dirigent, ja. Moet ik zeggen, die komt iedere keer vanuit verre landen, komt hij met een en dan niet de standaard tango of nee, zo, nee, die nee, kennen we allemaal wel. Nee. Maar echt dansen. Die is in het land Veurkom. Die jas in het land Veurkom. Ja, jas door dans. En die dansen we en dat leert soms aan. Leuk. Ja, dat is heel leuk hoor. En treed jullie ook op om te laten zien? Nee, hè? Ja, daarom ben ik het ook niet. Nee, het is gewoon een besloten club. Dat is waar, zeg. Voor dames. Nou, we hebben in dansen vorig jaar in mei was dat door dus de bouwen vertreden was. Ja. Ik weet eigenlijk niet meer wat voor dames er waren. De bouwen dus die een paar dansen. Oh, maar de kunst, kunst op dansen. Ja. Ja. En hier ook de wijze gedaan met zo'n culturele dag. Ja. Dat wel. Dat ook, maar niet in, verder niet. Er is nog wel zo'n soort dansgroep in, hoe heet het toch? Niet in Alburen. Vinkenbuurt. Is er ook maar één en die hebt daar ook zo'n groepie. Ook internationaal. Ja. Is er nog, moet er nog mensen mee komen of is het vol? Nou, er hoeft nog geen mensen bij te komen. Dan moet je stel aan het begin komen, weet je niet. En we begonnen altijd weer in oktober. Maar anders dan hij wat ander leert en dan is het zo moeilijk. Ja. Je moet wel een ritme gevoel hebben, maar anders dan wordt niet wat. En André wil niet mee? André wil niet mee. Nee, er ben geen man nog. Nee. Nee, maar ja, het is nooit meer. Maar ik ben er ook nooit hier. Ik ben de enige man, hoor. Dat weet ik niet. Hier ben ik een vrouw gespeeld met een buurmeisje en zijn zes meisjes. Ja. Dus je weet hoe het werkt tussen de vrouwen natuurlijk. Ja, zeker. Dat ik zal niet de baan werken. Nee, dat is niks voor mij. Want als iedereen zo zegt, komt er nooit iedereen mee. Ik weet zeker dat het wel leuk is. Mannen kunnen ook goed dansen. Hoor. Ja, zeker. Zeker wel. Maar dan moet er wel wat meer weer. Ja. Dus, ik hoor wel, als de trouwens nog wat meer waren, dan moet je erover denken. André wil een dans bij. Oh! Nee. Je bent graag thuis bij de computer in de buurt. Ja. Ja, met de krant. Home trainer en de fietsen ook al. Nou ja. Baby on the run. Beetje fit bleem. Fit bleem, ja. Ja. Precies. Maar verder... Je hebt nu Leuven heel erg zien veranderen met Wijn. Dit is van 63. Nou ja, het was er in Noos, denk ik, van de Grondstraat of Zandingstraat en misschien de... Nee, die was er ook niet, hè? In Bologna. Maar goed, heel klein... Hier kwam gewoon Westen. Nee, hè? Nee, ik heb een keer een foto genomen
van de baklijn achter thuis. Paul die redt. Het Westerveen was toen pad. Een foto van de merk met die boomrijders. Er stond nog niks meer, niks. Nee. Helemaal kaal, allemaal weiland. Ik vond de foto niet mooi, toen heb ik me weggegooid. En daar was je er spijt van. In 50 jaar tijd is de wereld hier compleet veranderd qua aanzicht. Ja, natuurlijk ook heel andere fronten. Maar, maar het gaat gelukkig geleidelijk. Hè? Het gaat heel geleidelijk. Je bevalt u nog goed hier zo? Bevalt hier heel goed. Ik denk wel, ik reed net hier zo langs de school. Dat durf ik rustig in de camera te zeggen. Ik denk, nou, ik keek door naar die boeien. Ik denk, als andere hier die wegrennen, die zegt onmiddellijk dat die boeien niet al te fris is. Nee. Daar moet je wel aan doen, gemeente met het schoolbestuur. Ja. Ja. Maar door let eigenlijk toch een tik van meekrijgen, dat schilder. Daar let je altijd op, hè? Ja. Dat ook bij mensen, dat ze de boel een beetje neer te werven. Ja. En gooi het belly dan ook bij je aan van? Nee. Nee, dat bel ik niet aan. Nee, dat vind je schooien. Ja, dat weet ik niet. Nee, maar je hebt er toch wel een oog voor ontwikkeld, hè? Ja. Je ziet zo voor de boel netjes in de verf. Ik zie altijd als netjes in de verf is, als mooi schoon wassen is. En zulke dingen, ja, dat let je op. Maar dat ook tuin, dat zit gewoon in mij. Daar geef ik ook acht op. Ja. Als het netjes onderhanden is. Leuk. Nou, je hebt uw kleinkinderen allemaal mooi in de buurt en je hebt hobby's zat. Ja. Dus ik ga nog even door de foto's en zo meteen. Ja. En ik vraag ook wel eens aan mensen van, hij nou, we hebben nu eigen kinderen en zo, maar hij nou eens een pluim zal uitdelen aan iemand. Of aan een groep. Wat schat er dan zo spontaan te binnen? Een pluim voor wat ze verdiend hebben, of wat? Nou ja, hebben een idee. Wat mensen wel eens zeggen van, nou, die heeft zoveel voor wie betekend, of voor de gemeenschap gedaan, of die groep vind ik hartstikke leuk dat die er is, of een museum, maar ook niet, hè? Nee, wat bestellen staan. Oké, nee, ik denk, ik heb het onderaan de brief gestaan, en dacht ik, denk, moet ik ook een vrouw. Als eigenlijk, vorig jaar toch vergeten de vrouw en toen. Mm. Toen zei Sintje van, ik heb je nog wel op voorbereiden. Opletten, dat mooi opnieuw. Ja. Nee, geen niks. Ook nog belangrijke dingen vergeten, die zegt, dat wil ik me graag vertellen. Nou, ik ben alles al bij die belang geweest. Dacht ik. Ik denk misschien nog wel in de boer, nog een of twee verhalen in de boer of zo, maar niet direct praten. Ja, ik kan niet alles vertellen. Nee, wat kan? Ja, nee. Maar dat kan natuurlijk. Ja. Nee. Daar ben ik weer niet zo goed in. Anekdote of zo. Nee. Nee. Niet meer hoe gaan iets zijn, maar niet zo goed in. Nee, in de boer zo niet. Dat bedenken wel. Wat is er weer? Nou, ik moet een keer. Ik kreeg hier een ontsteking. Ja. Toen werd ik naar een specialist. En die zei, nou, je hebt het bevroren en wat ik dus doen en op kweken zet. Toen zegt die dokter, nou, dan moet je elke dag even naar een huisarts en dan moet je mijn spuiten halen. Nou, ik had de dokter Dekker aan en dus kreeg ik dan een spuit daarvoor. En toen zei hij, nou, dan moet mijn man weer komen. 6 uur. Ik zei, man, vrouw, als je dat doet, zei, dan gooi ik in mijn vader over je donder. Dat ben ik nooit vergeten. Hij trof een bocht of niet? Nee, ik ben zanger en 6 uur. Je hebt het risico niet erover? Nee, ik heb niet erover, want 6 uur leek me wel vroeg. Ja, Janny en André, ik wil jullie heel hartelijk bedanken voor het mooie gesprek, voor de mooie foto's, de lekkere koffie. De warme kachel, want ze is hier goed zitten. Ja. Heel erg bedankt. Ik hoop dat jullie nog heel erg actief blijft, nog lang in zowel het museum als op de website en in de dansclub enzovoorts, enzovoorts, enzovoorts. Ja. En lang mag genieten van hun kinderen en kleinkinderen. Ja, dat ook. Nou, schildersbedrijf Meijneer is de giet gewoon deur. Giet nog
geworden, nee? Ja. Ook al bleef hij in Berling, het schildersbedrijf, niet gewoon door mensen, dus ik kan ook gewoon weg. Ja, dankjewel. Graag gedaan. Ga je goed. Dankjewel.